sta hier met Rob de Graaf, lijsttrekker van het CDA voor de gemeente Heumen. Ja. Rob, waar zijn we en waarom is deze plek zo belangrijk voor jou? Ja, wij staan momenteel bij Kiemkracht 64, gelegen aan de Hatertseweg in Malden. In het gebied tussen Malden-Noord en Nijmegen, tegen het Maas-Waalkanaal aangeplakt. Ja, deze locatie die is belangrijk voor mij, omdat een aantal jaar geleden, toen ik al raadslid was, kwam Marion Boenders, de initiatiefnemer van dit geheel, met een voorstel waarbij heel veel vragen en ook wel heel veel vragen bij hadden, maar ook wel daar heel kritisch naar keken, met name omtrent de business case. En Marion die heeft zichzelf uitgenodigd om bij ons in de fractie haar plannen toe te lichten. En wij werden ontzettend enthousiast. Nou, het bijzondere van deze plek, wat mij ook zeer trekt, is dat Kiemkracht 64 natuurlijk op een hele ecologische, biologische wijze aan voedingproductie doet. Nou, ik heb zelf in mijn jeugdjaren, toen ik op de middelbare school zat, altijd bij een boer gewerkt. Tegenwoordig een grote aardbeienboer uit Noordmalden. Ik heb op de groente- en fruitmarkt in Nijmegen gewerkt tijdens mijn studententijd. Dus ook weer met voedsel. En ik heb in diverse restaurants gewerkt. Nou, en tegenwoordig kook ik graag. Ja, ik vind het hartstikke leuk om met echt natuurlijk materiaal, dus om met echt het beest of de plant, zelf in de keuken aan de slag te gaan. Het schoon te maken, het te snijden, het te fileren, uit te benen en daar een lekker gerecht van te maken. Maar op zomerdag kun je gewoon hier de bessen van de struiken plukken. Je kan het krop sla van het land snijden en dat kun je gewoon s'avonds meteen eten. Dus die lijn van productie naar, laten we zeggen, mijn bord is ontzettend kort, ontzettend smaakvol. En dat trekt mij ontzettend. Dat hier met heel veel respect voor natuur, voor dier en plant voedsel wordt geproduceerd.